Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdagochtend. Ik ben onderweg naar de paardjes. Kijken of ze goed de nacht zijn doorgekomen. Of ze allemaal nog heel en happy zijn. En eigenlijk is het 's ochtends een van de eerste dingen die ik doe. Paardjes voeren en checken of ze allemaal oké zijn. Nou, zo te zien maken ze het goed. Hier is helemaal serene rust daar. Kado en Bartje liggen lekker te slapen. Denzer die waakt over de mannen. Je kan er helemaal gestrekt. Het is ook weer echt prachtig weer. Ik vind het eigenlijk lekkerder dan gisteren. Gisteren was een hele vervelende harde wind. Nu is het gewoon lekker, lekker briesje, niet te warm. Perfect. Nou, ik loop nu richting de paardjes. En dan ga ik het achterste landje even voor ze open doen. Op dit moment zijn de weiden dicht nog om het gras te laten groeien. En ik heb één klein landje achter de bak waar ik ze dan elke dag even twee keer per dag één of twee uurtjes lekker een beetje op laat grazen. Hebben ze toch een beetje het idee van gras. En je kado is ondertussen opgestaan. Oh, ja, het is stoffig hier. Even weer een buitje vallen. Oeh, jongen. Wakker worden, hè Bart? Ja. Nou. Even wakker worden, Bart. We hebben Macho. Hey Macho. Even onze honden. Even kijken. Daar hebben we Zoe. Zoe! Hoi! Schatjes. Ik wil je nog wel laten zien wat ik altijd doe om de hoeven van de paarden een beetje goede conditie te houden. Want wij zitten hier op zandgrond. Dat is echt ideaal wat betreft nattigheid, zeg maar. Dus hier je eigenlijk nooit te natte paarden kunnen ook altijd gewoon op het land, ook in de winter. Alleen de hoeven zijn wel heel snel te droog. En daar heb ik een hele simpele truc voor. Ik maak eigenlijk dagelijks om de waterbak heen een modderpoeltje. Nou, ze komen een paar keer per dag drinken. En dan krijgen de hoeven toch elke keer een beetje vocht binnen. Dan doe ik eigenlijk gewoon zo. Dan laat ik even de slang liggen. Om iets opschuiven, dat ook de achterhoeven wel nat worden. Ja, en dit trekt natuurlijk wel weer de grond in. Dus ik moet het best wel heel erg snel of heel erg nat maken. En ook hier aan de zijkant, want je kado is altijd heel sneaky. Die wil geen natte voeten. Dus je kado die gaat altijd heel makkelijk op zoek naar de drogere plekjes. Het mag echt wel lekker een flinke poel zijn, dat het water, kijk eens daar vooraan, lekker blijft staan. Dan blijft het ook wel even, twee of drie uurtjes actief. En dan hoop ik dat ze binnen dat tijdsbestek even hebben gedronken. Ze hoeven toch elke dag even lekker onder water komen te staan, dat ze wat vocht op kunnen nemen. En dat is eigenlijk veel beter als dat je het invet. Ik heb ook wel allerlei middeltjes ervoor, maar dan sluit je heel snel wel de... Ja, ik kan bijna zeggen de poriën af, waardoor ze juist weer niks... eigenlijk is vocht gewoon voldoende voor de hoeven. In het wild hebben ze natuurlijk ook geen hoefvet. Nou, dit is wel een lekker poeltje zo. Even het water verder bijvullen. Nou, mijn ochtendritueel zit erop. Paardjes staan happy in de bij. Iedereen is tevreden, poep geschept, hooi aangevuld. En ja, nu ben ik zelf aan de beurt, ga ik zelf lekker ontbijten. Nou, ik ben nu onderweg naar de sportschool. Voor een lesje Pilates. Ik vind Pilates heel erg fijn om te doen. Zeker ook ter aanvulling op een paardrijden. Ik vind ook eigenlijk dat je het wel een beetje aan je paard verplicht bent om ook zelf met je lijf aan de slag te gaan. Dat je lekker los en soepeltjes bent. Natuurlijk ook dat je een goede conditie hebt. En Pilates vind ik zelf ook wel een hele mooie manier om daarmee bezig te zijn. En ik merk ook echt verschil. Als ik naar de Pilatesles ga rijden, dan zijn die dieper gelegen buikspieren die je heel erg gebruikt.
met Pilates, maar ook met paardrijden, die zijn al wakker geschud. Die doen het al. En dan hoef je dan, ja, dat gaat veel meer vanzelf. Vind ik echt wel heel bijzonder om te merken. En in combinatie met dat je onderrug gewoon heel mooi los wordt van Pilates. En dat is eigenlijk ook wat je, ja, die twee met rijden, wil je heel erg, ja, heb je nodig. Goede buikspieren en een losse, ontspannen rug. Dus ik zou zeggen, allemaal aan de Pilates. Super goed voor je lijf en je paard zal er ook wel blij mee zijn. Nou, ik ben weer onderweg naar huis. Pilatesles achter de rug. Ik heb nog even een blender gekocht. Vanochtend had ik mijn blender laten vallen. Dus die doet het niet meer en ik maak graag smoothies 's ochtends. Dus nou, ik heb even een nieuwe gehaald. Ga ik thuis nog even wat rommelen en straks ga ik kijken voor hooi. En ik hoop echt dat het goed hooi is. Want wij oogsten altijd zelf, van het achterste land. Maar daar hebben we net niet genoeg voor het hele jaar. Dus ik moet dan altijd nog wat bijhalen. En het valt niet mee om goed hooi te krijgen. Zeker deze tijd van het jaar. En ik heb nu een adresje in Duitsland waar ze foin du croix hooi schijnen te verkopen. En ik hoop echt dat het goede kwaliteit is. Het gaan de paardjes daar heerlijk van smullen. Het is echt onwijs goed hooi. Staat er ook onbekend. Ze noemt ook wel het koningshooi onder de paarden. Dus nou, ik ben benieuwd. Daar neem ik jullie straks wel even mee naartoe. Ondertussen moet ik nu even wachten voor de brug die open staat. Heb je weer in deze tijd van het jaar alle bootjes die hier varen. Dus ik ga lekker even wachten op de brug. En dan zie ik jullie straks weer. Nou, ik ga nu bij mij de straat uit richting Leeën. Uit het plaatsje Leeën. Om te kijken bij het Croix du Froid-hooi. En ik heb voor de zekerheid de trailer mee. Of het hooi bevallen, dan neem ik zeker een baaltje mee. Nou, wordt vervolgd. Nou, ik ben weer thuis. Ik heb een baaltje van het Franse hooi meegenomen. Ik ga het je laten zien. Het is echt onwijs fijn hooi. En het lijkt ook echt op het hooi wat we zelf altijd voeren. Wat grof stengelig, lang stengelig. Het ruikt lekker. En ze moeten er echt goed voor kauwen. Het zijn verschillende grassoorten, bloemen, kruiden. Het is heel divers hooi. Ze hebben er eigenlijk ook minder van nodig dan het gewone hooi. Dus daar moet ik nog even een oplossing voor vinden. Want in principe staan mijn paarden onbeperkt op rielvoer. Nou, dit kan je niet helemaal onbeperkt voeren. Omdat het zo hoog qua voedingswaarde is. Maar goed, het is in ieder geval goed hooi. En daar ben ik al lang blij om. Want dat was echt even een zoektocht op het moment. Nou, ik ga je laten zien hoe het eruit ziet. Dat kan je helaas niet laten ruiken. Maar het ruikt ook echt super lekker. Het is dus mooi lang stengelig. Moet er echt goed voor kauwen. En ja, het zijn gewoon allemaal verschillende grassoorten en kruiden. Dat is voor paarden echt heel gezond. Dus ik ben benieuwd wat ze ervan vinden. Ik ga ze een beetje geven. Ja. Bart is lekker aan het smullen ervan. Volgens mij is het wel goedgekeurd. Lekker meisje. Nou, het is ondertussen avond. Ik ga even lekker met de paardjes trainen. Ik begin met Bart. En op dit moment doe ik het met hem wat rustiger aan. Omdat hij de afgelopen periode zich enorm heeft ontwikkeld. Met name in de verzamelde oefeningen. En ik werk dan eigenlijk altijd op die basis dat ik een periode wat meer naar een piektraining toe werk. Waardoor het lichaam zich wat kan gaan ontwikkelen, wat sterker kan gaan worden. En dan bouw ik een periode weer wat af. Waarin het wat rustiger aandoen, wat minder verzameling van het lichaam vraagt. En daardoor kan het lichaam zich eigenlijk weer aanpassen aan de nieuwe situatie en weer wat herstellen daarin. En vaak merk je ook dat je na zo'n periode weer een enorme ontwikkeling doormaakt. Dus je alleen maar wil blijven pieken, dat gaat eigenlijk niet. En dat werkt op een gegeven moment averechts. En dan wordt het paard moe of de spieren werken niet mee. Dus ik zit nu in zo'n periode dat ik het wat rustiger aan met hem doe. En dan hangt het een beetje vanaf wat ik doe zoal. Maar dan ga ik in ieder geval minder rijden. En als ik rij, vraag ik alleen maar lekker voorwaarts neerwaarts een stretch. Een beetje zijdelings stretchen. Lekker lang, laag, over de rug. Alleen maar lekker naar ontspanning toe werken. Ruimte maken in het lichaam. En lengte in de spieren. En eigenlijk niks met betrekking tot aanspanning. Of het kort maken van de spieren. Echt even lekker de doorbloeding overal goed laten komen. En voor vanavond had ik eigenlijk in de planning om wat te gaan vrijwerken met hem. En daar laat ik jullie straks een stukje van zien. Ga natuurlijk eerst even lekker poetsen. Nou, Bart is ondertussen lekker aan het genieten van zijn nieuwe Franse hooi. Bevat ze wel goed. En mij ook.
Nou, de laatste laag van zijn wintervacht komt er nog lekker vanaf. En halt. Zakken? Nee, 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 nee. Zakken? Oeh. Juist, zakken. Gaan we zakken? Wauw, ja.
Knap hoor. Zo. Oké, en let op. Galop. Goed. Ga door, kom. En hop. Zakken. Ja, super. Kom maar, pas. Pas. Pas, 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 pas. Goed zo. Nou, dat was hem weer vandaag. Vlog nummer 2. Inclusief een stukje training. Eigenlijk spelen met Bart. Super leuk om te doen. Bedankt voor het kijken, wederom. En tot de volgende keer. Doeg! Nou, de Pilatesles is achter de rug. Ik heb nog even een nieuwe blender gekocht. En nu ben ik op weg naar huis. Vanochtend had ik mijn blender laten vallen. Dus die is aan het diggelen. Ja, net als de camera.